Zoals u bekend met de mensen, de oude brug, de houten brug, was zeer gevaarlijk en slecht begaanbaar voor de weggebruikers. Daarom heeft Openbare Werken, het ministerie, gekozen voor een duurzaam brug. En dan zien we vandaag een betonnen brug hier staan, waarbij niet de weggebruikers alleen, maar ook andere mensen die graag over de brug gaan, gebruik zullen maken. Niet lang geleden, ik denk over een week, is er ook start zijn gegeven door de minister van Openbare Werken. Reparatiewerkzaamheden van het traject, wegtraject, Liliedorp tot Meursweg. Onze visitekaartje. In de Ragandiweg tot aan het internationale airport Zanderij is ons visitekaartjes. Toeristen komen allemaal, maken gebruik van die weg, maar ook mensen die naar en van Zanderij komen, maken allemaal gebruik van dit trek weg. Dus die moet zeker up-to-date zijn, onze visitekaart. En ik ben blij dat ondanks president precaire middelen, financiële middelen, dan nog dat de regering prioriteiten stelt en de gemeenschap tegemoet komt. En daarom is het bijzonder belangrijk om het traject van de regering nogmaals te benadrukken. Waar we zijn begonnen, wat de prioriteiten waren, wat de mogelijkheden waren, wat de uitdagingen waren en waar zijn we vandaag? Met welke prioriteiten en hoe ziet het vervolgtraject voor de resterende periode? Mijn mensen, wij hebben gezegd, voordat wij in het bestuur kwamen, het land Suriname moet gered worden. Weet je dat nog? Red Suriname. Van verdere afgang, van verdere vernietiging, van verdere verloedering. En waar staan we nu? Het land is gered. Ons financieel-economische crisis is hersteld. Onze schuldencrisis is herschikt. Onze macro-economische situatie is stabiel. Koers is stabiel. Internationale reserve weer op niveau. Inflatie neemt terug. En daarvoor is er hard gewerkt. Daarvoor is er gewerkt met de middelen die we hadden. En daarom hebben wij gezegd, de prioriteiten was namelijk Suriname op macro-economisch niveau te herstellen, de economie te stabiliseren, een sterk fundament te bouwen en daarop gaan we werken aan de ontwikkeling van die samenleving. Die brug die hier was, kan vergeleken worden met waar Suriname was 3,5 jaar geleden. Dat was Suriname geworden. Verpauperd. Angstig om te gebruiken. Angstig om te lopen. Geen functie meer. Geen hoop meer. En die brug is vandaag een stabiele betonnen brug geworden. Net als ons land. Net als ons land. Een sterk, stabiel land is geworden waarop we nu gaan werken aan die ontwikkeling. Want ik kan u nu al zeggen, deze brug gaat nu zorg dragen dat er ontwikkeling in deze straat komt. Deze brug gaat ervoor zorg dragen dat er woningen gaan komen. Mensen van deze buurt, ik nodig u uit. Maak die morgen contact met het team dat bezig is met 7% leningen. Maak die gebruik van die 7% leningen. En begint u te bouwen.
Wilt u woning gerenoveerd hebben? Mag u gebruik van AHP. 15.000 Amerikaanse dollar en 9.000 krijgt u gratis. Je moet inkomen met 6.000. En die 6.000 gaan we u lenen tegen 7% rente. Wat wilt u nog meer hebben? Dat allemaal om te zorgen dat Surinamers vooruit gaan komen. Minister, gaat u erdoor met vele bruggen? Wij zijn de bruggenbouwers naar een betere toekomst voor ons als Surinamers. Gefeliciteerd allemaal en God bless you. Thank you. Het is inderdaad zo, zoals we hebben verteld, hebben we het beleidsproject Bruggen en Stijgers in 2020 willen opstarten, want er was enorm veel verwaarloosd landelijk. En het ging moeizaam. We besteden aan, niemand doet mee. Dat is het resultaat gewoon. En we zien typisch dat in 2021 wat aannemers beginnen mee te doen. Ik ga je een leuke vertellen. Je weet de aanbestedingen zijn openbaar. De vervanging van de brugliggers, van de Henaarbrug bijvoorbeeld, dat is die blauwe brug in die Keri, heeft wel 2 jaar geduurd, maar het is gelukt. Dat was een van de eerste en grootste projecten. Nu hebben we een stabiele situatie en we zien dat aannemers af en toe wel inschrijven. Dat maakt dat we wat werken kunnen uitbesteden wat bruggen en stijgers betreft. De werken zijn vaak kleinschalige werken, dus er zijn niet te veel mensen ook gespecialiseerd daarin. Vooral hoe we eisen stellen aan nieuwe technologie. Dus er zijn ondertussen tot vandaag heel wat leuke, succesvolle projecten uitgevoerd met betrekking tot vernieuwen van bruggen en stijgers. Op dit moment zijn de prioriteiten, we doen van alles, zeg maar de hoofdprioriteiten zijn toch bruggenstijgers, wegenrehabilitatie. Dat is een landelijk ook een groot probleem en dat zal jaren duren voordat we alles goed onder controle hebben. Maar we zijn met een goede start begonnen. En, verkeersveiligheid, daar praat ik over wegmarkeringen, zebrapaden weer terugbrengen, markeringen bij kruispunten. Als u nu gaat, en u let goed op, vooral in Paramaribo, want ik heb voorkeur gegeven aan de veiligheid bij scholen, etc. Dan ziet u nieuwe type markeringen. En rehabilitatie van staatsgebouwen is ook belangrijk, want als ministeries zitten in lekkende gebouwen, kan je ook niet werken. Dus dat. En dan hebben we een laatste vakgebied, dat is ontwatering. Ontwatering is een van de grootste zorgen. We hebben het weer nu wel met ons mee, maar we moeten ons voorbereiden voor de toekomst. Deze brug had een bouwtijd van 3 maanden en heeft ongeveer 1,2 miljoen SRD gekost. En we hebben gezien dat de aannemer ook een kleine bijdrage heeft geleverd. Net wat de aannemer zei, dat hoorde ik zo net weer als bevestiging, want ik dacht, laat me toch voor de zekerheid vragen. Heeft ook projecten opgestart bij de 5 jaar, 10 jaar terug. En die projecten zijn nooit betaald, gestopt. Aannemers gaan op die manier failliet. Nou, dat is wat ik heb beslist, is dat we dat niet toestaan in dit regeringsbeleid. Als wij een project uitvoeren, desnoods doe ik 1 project, maar laat het project afgerond zijn. Nou, deze aannemer heeft ook veel schulden en werkt netjes. De meeste aannemers die onze brug hebben gedaan, hebben heel netjes gewerkt. Dus voor de komende tijd staan er op agenda de vervanging van een aantal houten stijgers die naar beton gaan. En een paar bruggetjes die vervangen zullen worden door betonnen platen. Daarvoor ga ik jullie ook uitnodigen natuurlijk. Nou, een geweldig mijlpaal hebben we hier bereikt. Ja, we vinden het heel erg geweldig. Heel mooi project. Dat is gekomen. Nou, de brug vereiste niet aan de eisen. Het was zeer slecht, onbegaanbaar. Bij de minste of geringste regenval, als die kanaal onder water liep, was die brug ook helemaal onder water. De afgelopen jaar waren er die planken ook losgeraakt en meegestroomd. En het was aan vervanging toe. Ja.
En ik heb gepleit voor een betonnenbrug voor een langdurig gebruik. Hè. Voor de buurtbewoners is het makkelijker om eroverheen te gaan. Vooral voor de schoolkinderen die s'avonds ook naar school gaan en zo. Dat ze de kortste route gebruiken om naar huis te komen. Ja.